Gevaarlijke verkeerssituaties in Deest. NEC presenteert een nieuw officieel tenue. En het water in de rivieren stijgt weer. Moeten we ons zorgen maken? In Deest werd het afgelopen half jaar geklaagd over de hoeveelheid vrachtverkeer in het centrum van het dorp, waar onder andere ook een basisschool en het dorpshuis zich bevinden. Het is gevaarlijk voor de kleine kinderen die naar school gebracht worden en dus wilde een raadslid van Kern 80 Druten hier iets aan doen. Veel buurtbewoners hebben mij geklaagd dat er hier last van is. Ik heb zelf ook ervaren dat er veel vrachtwagens door deze straat rijden, ook keren op sommige plekken hier verderop iets. Dus dat zien wij ook terug in de reacties van de inwoners. Hier in Deest is een rondweg geplaatst om vrachtwagens binnen de bebouwde kom te minderen. Deze vrachtwagens nemen nu een andere route, ze gaan namelijk via de grote straat. Deze grote straat zit hier ook in de buurt bij deze school en ouders die kinderen hier ophalen of wegbrengen kunnen last hebben van die vrachtwagens. Dat is ook gemeld bij de gemeente Druten, maar de ouders die wij hier gesproken hebben, die helaas niet op beeld wilden komen, hebben daar toch echt geen last van. Het klopt als ouders nu zeggen dat er minder last wordt ervaren van het vrachtverkeer in Deest. De situatie speelt al sinds juni vorig jaar. Toen hebben ook inwoners al aangeklopt en in augustus zelf heb ik aandacht gevraagd bij de wethouder en bij de gemeente hiervoor. We hebben schriftelijke vragen gesteld en ondertussen heeft de gemeente wel actie ondernomen met een aantal borden. We zien nog wel een aantal vrachtwagens nog steeds door deze straat rijden. Dus het kan kloppen dat het vrachtverkeer is afgenomen, maar er is nog wel steeds vrachtverkeer aanwezig. Van der Zwaluw heeft een aantal vragen gesteld aan het college over het vrachtverkeer. Hij gaf aan tevreden te zijn met de antwoorden, maar wil zelf ook nog een aantal andere oplossingen zien. Wat ik zie als ideale oplossing voor het vrachtverkeer is eventueel nog een vrachtwagenverbod in deze straat. Of dan wel in ieder geval wel toegang voor vrachtwagens, maar alleen als ze hier ter plaatse moeten komen. Ja, en nog echt een goed gesprek met de ondernemers, dat zij ook hun leveranciers en afnemers die bij hun langskomen informeren over de nieuwe situatie. In de Merelstraat, Vinkstraat en de Fazantstraat, oftewel de Vogelbuurt in Wiegen-Noord, is er een parkeerplekkentekort. Auto's staan vaak noodgedwongen half op de stoep geparkeerd. Vooral op vrijdagen levert dat problemen op, want vuilniswagens kunnen dan niet goed de bochten in de wijk nemen. Gevolg: gevaarlijke situaties. De Wiegense VVD vraagt daarom aan het college van burgemeester en wethouders onderzoek mogelijke oplossingen. Het is eigenlijk opgezet hier voor, ik geloof, elk huis, 3 huizen, 1 auto. Maar ja, toen de wijk opgezet was, was dat misschien zo. Maar dat is verleden tijd. Ja, de meeste mensen hebben nu 2 auto's. Als er niet meer zijn. Als je kinderen hebt, dan zijn er meer. En dat zorgt voor problemen. Zeker op de vrijdagen, wanneer de vuilniswagens door de straten rijden. Daar kan gewoon de bocht niet goed nemen. Ze rijden dan niet door en ze halen het vuil gewoon niet op. De Wiegense VVD herkent deze en andere signalen. We kennen wel verschillende buurtbewoners die daarover klagen van goh, mijn kleinkind of mijn kind speelt hier en moet er regelmatig in de rem, zeg maar, als er een auto aankomt. Ja. De VVD hoopt dat de gemeente gaat onderzoeken hoe het parkeer- en doorstromingsprobleem kan worden opgelost. Dirks heeft al wat ideeën. Nou, je zou qua verkeersveiligheid kunnen denken aan de eenrichtingsweg. Hè? Dus dat je niet in ieder geval van 2 kanten verkeer hebt die als ze elkaar tegenkomen ook nog voor of achteruit moeten om de weg te kunnen maken. Maar je zou ook kunnen denken aan de auto's staan nu in de lengte richting geparkeerd. Als je ze in de breedte richting zou parkeren, zou je meer auto's per vierkante meter kwijt kunnen. Maar dan zou dat ten koste gaan van het groen. Waar je wel voor zou kunnen kiezen is dat je deze vakken het groen laat behouden, maar dat toch op kan parkeren. Dat kan met matten die gras of mos doorlatend zijn, zodat je wel het groene karakter houdt. De lokale partij verwacht na het winterreces een antwoord van de gemeente. Wel is er al een oplossing voor de vuilniswagens. Er komt een bord te staan dat ze op vrijdagochtend van 8 uur tot 12 uur niet mogen parkeren. En dan kan de vrachtwagen de bocht makkelijk nemen. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. Het is weer de tijd van het jaar waarin het waterpeil in de rivieren vaak stijgt. Hoe is de stand van zaken momenteel?
en moeten we ons al zorgen maken? De crisisnoodopvanglocatie in Elst is met 1 maand verlengd. Daar heeft de gemeenteraad van Overbetuwe dinsdagavond mee ingestemd. Met de verlenging levert de gemeente een belangrijke bijdrage in het afvangen van de druk die nog altijd op het aanmeldcentrum in Ter Apel staat. Wel benadrukt de gemeente dat de noodopvanglocatie in Elst niet geschikt is voor langdurig verblijf. De 120 vluchtelingen worden eind februari door het COA op andere opvanglocaties ondergebracht. Om ervoor te zorgen dat gas- en elektriciteitsnetten klaar zijn voor een duurzame toekomst, gaat netbeheerder Liander in de week van 23 januari werkzaamheden in de Nijmeegse binnenstad uitvoeren. Gedurende die week wordt er een transformatiehuisje omgebouwd en geschikt gemaakt voor toekomstige stroom- en energievraag. Door de capaciteit van deze middenspanningsruimte te vergroten, kunnen onder meer de nieuwe woningen rondom de Marienburg op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Tijdens de werkzaamheden kunnen inwoners en bedrijven meerdere keren te maken krijgen met stroomuitval. Liander verwacht vooral op donderdag 26 januari een groot deel van de dag geen stroom te hebben. En NEC speelt vanavond tegen Almere City in een gloednieuw wedstrijdtenu. De club presenteerde de nieuwe outfit woensdagochtend. In de kleding overheerst de kleur zwart en zijn teksten, logo's en contouren felrood. Opvallend is dat de kleur groen geheel ontbreekt. Op de achterkant van het shirt staat de tekst De kracht van magie, verwijzend naar het lied NEC heeft ze alle drie. De kleding is het derde officiële tenue van de club naast het bekende uit- en thuistenue. Wie een exemplaar wilt bemachtigen, moet snel zijn. Het gaat om een gelimiteerde oplage. Januari is ieder jaar weer een van die vaste momenten waarop het waterpeil in de grote rivieren flink stijgt. Vaak met de nodige overstromingen tot gevolg. Ook nu stijgt het water alweer aardig en ook komt er nog de nodige regen aan deze dagen. Moeten we ons zorgen maken of valt het allemaal wel mee deze keer? We vroegen het aan Rijkswaterstaat. Nee, er is zeker geen reden tot paniek. We zitten nog steeds in een normale situatie voor de tijd van het jaar. Ook al stijgt het water, we zullen de komende dagen zien dat het water nog ongeveer 2 meter stijgt. Het waterpeil staat in Nederland op 9,80 meter boven NAP. De verwachting is dat het maandag al tot 12 meter is gestegen, maar ook dat is geen reden voor paniek. Het kan wel zo zijn dat bij deze standen bepaalde uiterwaarden onder water zullen lopen, maar daar houdt Rijkswaterstaat rekening mee. En wat wij doen is dat we eigenlijk een waarschuwing afgeven aan de beheerders van die uitwaarden. Die kunnen zelf op basis van de diepte of de laagte van die uitwaarden bepalen of zij wel of niet een vee of andere maatregelen moeten nemen. De Rijn en de Maas worden beide gevormd door regenval. Deze regenval is ook de reden dat het waterpeil zo stijgt. Voor de scheepvaart heeft het juist voordelen, in tegenstelling tot de zomer, toen de boten juist lastig konden varen omdat het water zo laag stond. Ook als maandag het water stijgt, hebben de schepen er nog geen last van. Maar voor de rivieren in onze regio betekent dat het volgende. Het water gaat stijgen, dus als de maandag een beetje naar 12 meter boven NAP bij Lobith. En om een beetje een context te plaatsen, vooral voor mensen die in de buurt van Nijmegen wonen, is dat de Waalkade bijvoorbeeld in Nijmegen, die gaat dus met 14 meter boven NAP overstromen. En de Spiegelwaal bij Nijmegen, die gaat pas bij 12,5 meter echt meestromen. Dus en zover, zoals we nu op de korte termijn kunnen verwachten, gaat er dus dat in ieder geval de komende dagen nog niet gebeuren. We zitten nu op 9,80 meter boven NAP. Het was vandaag heerlijk rustig weer, zelfs met de nodige zon. Toch was dat slechts stilte voor de storm, letterlijk, want vanavond trekken er de nodige onweersbuien over het land en krijgen we te maken met zware windstoten. Ook morgenochtend zullen we nog met die wind te maken hebben. Het KNMI heeft hiervoor code geel afgegeven. Als de wind morgen aan het einde van de ochtend is gaan liggen, krijgen we te maken met een groot regengebied, waardoor het de rest van de dag nat en onstuimig blijft.
Pas in de avond zal de regen wegtrekken en plaatsmaken voor opklaringen. Koud is het zeker niet. Met een graad of 12 is het erg zacht voor de tijd van het jaar. De dagen erna blijft het weerbeeld wat variëren. Vrijdag lijkt een prima dag te worden met hooguit een enkele bui. Zaterdag daarentegen wordt weer een stuk natter. De temperatuur blijft voorlopig rond de 10 graden schommelen. En tot zover het RN7 regio nieuws van vandaag. Nu op RN7 gaat het programma Nu in de Bios weer verder. En hoor je dus welke films er vanaf morgen in de regio zullen draaien. Op RN7 Radio is vanavond natuurlijk weer een live verslag te horen van de wedstrijd Almere City tegen NEC. Wij zijn er morgen weer. Graag tot dan.